Er is veel kritiek op hoe wij hier met elkaar samenwerken. En ik begrijp het. Soms lijkt de politiek hier wel veel te veel een spel. Alsof het alleen maar gaat over wie er wint aan het einde van een debat. Of wie er nou weer het meest spitsvondig was. En politiek kan ook best een spel zijn of een interessant onderwerp om over te praten als het goed met je gaat. Als je weinig problemen in je leven hebt, als je geld hebt. De besluiten die wij dan hier in deze zaal nemen, hebben maar zeer beperkt invloed op jouw directe leven. Politieke standpunten die je inneemt, die zeggen iets over je identiteit. Niet over hoe iedere dag eruit ziet. Maar heb je geen geld of weinig geld? Leef je in armoede? Heb je veel problemen? Dan doen de besluiten ertoe die wij hier iedere dag kunnen nemen. Of niet nemen. En het sprekende voorbeeld daarvan, het is er vaak over gegaan, zijn de mensen die het slachtoffer zijn geworden van een toeslagenschandaal. En vorige week had ik een diner en er waren allemaal mensen uitgenodigd van wie we niet wisten dat we met elkaar aan tafel zouden zitten. En ik zat daar met een jongeman, Matthijs. En hij is een van de slachtoffers van de toeslagenschandaal. Hij is als puber opgegroeid in een gezin wat door de overheid zo ongelooflijk hard is behandeld. En hij heeft nog steeds, nu als volwassen man, last van wat daar is gebeurd. En ik was onder de indruk van zijn veerkracht. De manier waarop hij probeert vorm te geven aan zijn leven, terwijl hij op alle mogelijke manieren wordt tegengewerkt. Hij is met schulden uit deze hele affaire gekomen, ook bij de zorgverzekeraars Univ, als je vanavond luistert. Schaam je dat je nog steeds achter zijn geld aan zit. Maar hij zet door. Die hele avond heeft hij mij niet één keer gevraagd of wij iets voor hem zouden kunnen betekenen. En ik schaam me diep. Want nog steeds is er geen geld aan hem uitgekeerd. Want toen ik hem vroeg, wat zijn nou je droom? Wat zou je nou het allerliefste willen? Was zijn hele simpele antwoord, nooit meer een lege koelkast. En dat in 2021. In de problemen gebracht door een niets ontziende overheid. Wat wij hier doen, doet er toe. Kan het verschil maken in het leven van mensen. En niet de vraag wie de wint of verliest. Politiek als een wedstrijd, ruzie maken met elkaar. De VVD terechts vinden om mee samen te werken. Mark Rutte, een verschrikkelijke man. Of twee linkse partijen een enorme linkse wolk noemen. Terwijl je eigen partijcongres je toch aanmoedigt om misschien wat iets socialere standpunten in te nemen. Wat wij met elkaar hier doen, dat doet ertoe. En te vaak doet de politiek niet wat nodig is. In het klein, als ik het heb over Matthijs, maar ook in het groot. We vragen adviescommissie na adviescommissie om iets te zeggen over de stikstofproblematiek. En we weten dat we dan de stikstofuitstoot minimaal 50% moeten reduceren. Het kabinet komt met het briljante plan om het met 30% te reduceren. Waarom? Het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties waarschuwt ons al jaar na jaar na jaar dat de opwarming van de aarde door de mens komt. En dat die opwarming steeds sneller gaat. En zelfs met de vele miljarden die nu worden uitgegeven, halen we de doelen uit de klimaatwet niet. Dit vraagt om een andere benadering. Kijk, ik zit nu sinds 2010 in deze Tweede Kamer. En ik fiets niet meer iedere dag over het Binnenhof, wat heel jammer is. Maar als je hier loopt, ook al niet letterlijk, want wij zijn de eerste die hier lopen, maar in de Tweede Kamer zijn fantastische mensen ons voorgegaan. En iedere dag kunnen wij met elkaar bepalen, halen we het beste in Nederland naar boven of het allerslechtste. En van het allerslechtste zien we regelmatig goede voorbeelden. Journalisten tuig van de richel noemen, zodat verslaggevers niet meer goed hun werk kunnen doen omdat ze worden aangevallen. Minder Marokkanen noemen, roepen, zodat meesters en juffen de dag daarna moeten zeggen dat ze echt mogen blijven, die kinderen. Of de toon die we aanslaan met elkaar tegen fraudeurs hier in de Tweede Kamer. En een nietsontziende jacht op mensen die er niks aan konden doen. Iedere dag hebben we de keuze. Halen we het beste in Nederland naar boven of het slechtste? En we hebben grote schoenen te vullen hier. Ik denk aan Samuel van Houten. Liberaal Kamerlid en de man met een van de eerste initiatiefwetten uit de Kamer kwam. Het was een liberaal. Thorbecke werd bij hem thuis aanbeden. En toch nam hij het op tegen het liberale denken van die tijd, dat werkgevers maar zelf moesten bepalen hoe ze omgingen met werkomstandigheden. En hij zorgde ervoor dat kinderen tot 12 jaar
niet meer in fabrieken te werk gesteld mochten worden. Zo'n andere voorganger van ons was Connie Tendelo, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En in 1955, er zaten toen 9 vrouwen in de Tweede Kamer, streed zij voor een ontzettend onrechtvaardig punt, of tegen een onrechtvaardig punt. Namelijk dat vrouwen die voor de overheid werkten, of bijvoorbeeld docent waren, het moment dat ze trouwden, werden ze automatisch ontslagen. En tegen het gevoel van die hele tijd in, strijden zij door. Wisten ervoor te zorgen dat de vrouwen van conventionele partijen hier in de Kamer ook voor haar motie stemden. En 2 jaar later werd deze onrechtvaardige regel afgeschaft. En iets recenter, Boris Dietrich. Ik kwam gisteren, nu eerste Kamerlid voor D66, ik kwam gisteren bij Prinsjesdag nog tegen. In 1994 stak hij zijn nek uit om als eerste te pleiten in de politiek voor het homohuwelijk. En van beide kanten werd hij aangevallen, door de conventionele, maar ook door het COC, want dat was toch een achterhaald instituut, het huwelijk. En wat zijn we blij dat hij toen heeft doorgezet. Iedere dag hebben wij de keuze met elkaar. Halen we het beste in Nederland naar boven of het allerslechtste? En ondanks alle kritiek die je kan hebben op het functioneren van de politiek deze dagen, deze weken, de afgelopen jaren. Ik zie voldoende prachtige dingen hier gebeuren in de Tweede Kamer. Ik kijk naar mijn collega Gert-Jan Segers en zijn fractie die zich hebben ingezet voor een kinderpardon. En het verschil wisten te maken. Ik denk aan collega Khadija Ariep. Dankzij haar kwam het initiatiefwet om een kinderombudsman in te stellen. En Sandra Beckerman, die ervoor zorgde dat met haar motie de sociale huren werden bevroren. Mijn eigen collega Bart Snels, die een wet heeft geschreven die ik zelf maar amper snap, ik denk niemand van ons hier, maar die er wel voor zorgde dat grote multinationals als Shell meer belasting gingen betalen. En Sjoerd Sjoerdsma, die ervoor zorgde dat Nederland een voorloper werd in Europa, om ervoor te zorgen dat we niet alleen landen konden aanpakken en konden sanctioneren, maar ook mensenrechten schenders zelf. En Derek Boswijk, hij is al vaak genoemd, 35.000 Derek Boswijks in de Tweede Kamer lijkt me wat veel, maar met 1 ben ik blij. Deze eerste maanden als Kamerlid heeft hij de moed om bij het CDA ervoor te zorgen dat de plannen als het gaat over stikstof en de toekomst om de landbouw, dat daar stappen worden gezet. Renske Leijten, die met haar zwartboek ervoor zorgde dat er niet alleen over een kleine groep van een paar honderd ouders werd gesproken, maar dat die groep eindelijk groter werd en dat hun recht zou kunnen worden gedaan. En natuurlijk mijn partner in crime, Lilianne Ploemen. En toen Trump zei, ik laat vrouwen en meisjes in de wereld in de steek, kwam zij met het initiatief She Decides en ze maakten het verschil. Iedere dag kunnen wij de keuze maken wat wij voor Nederland doen. En ik vind het bizar en eigenlijk niet te beschrijven dat we nog steeds geen kabinet hebben. Ik kan niet uitleggen dat wij nog niet onderhandeld hebben over de toekomst van Nederland. Want we moeten nu in actie komen. Maar als dat niet kan aan een formatietafel, dan doen we het hier. En voor ieder die denkt dat wij even willen onderhandelen over een miljardje of een klein stukje van dit of een klein stukje van dat, vergeet het. De problemen die er zijn, zijn immens. En als wij spreken over de woningcrisis, dan gaat het inderdaad over die verhuurdersheffing. Dan gaat het erover dat huren in Nederland betaalbaar zijn. En dan wil ik geen discussie over misschien kunnen we nu 1 stapje zetten. Die tijd ligt achter ons. Morgen zullen de Partij van de Arbeid en wij, en als ik het zo hoor met nog veel meer mensen komen, die voorstellen zullen indienen om die woningmarkt te verbeteren. Want met 1 maatregel alleen kom je er niet. En ik hoop dat alle fracties de afweging willen maken. Halen we het beste in deze Kamer naar boven of het slechtste? En als die partijen durven te stemmen naar aanleiding van wat er in hun verkiezingsprogramma staat, dan is er gewoon een meerderheid om ervoor te zorgen dat we die wooncrisis oplossen. Dat we marktwerking daar terugdringen. Dat we de verhuurdersheffing afschaffen. En hetzelfde geldt voor de behandeling van grote bedrijven versus gewone burgers in het land. Mensen gaan er niet op vooruit. En terwijl in de verkiezingscampagne bijna alle partijen het erover hadden dat we grote bedrijven gingen belasten. Het CDA verhoogde vennootschapsbelasting, ook D66. Zie ik nu juist een verlaging erin staan, doordat die eerste schijf wordt opgetrokken. Daar zit ruimte. En dan zullen we met voorstellen komen om ervoor te zorgen dat dat geld ten goede komt aan alle burgers in dit land. En de lerarensalaris, hoe lang wordt daarover gesproken? Grote complimenten voor mijn collega Lilian Marijnissen en Gert-Jan Segers dat ze vorige week een motie hebben aangenomen gekregen in dit parlement dat de salarissen in de zorg omhoog moeten. Terecht.
En aangenomen moties moeten worden uitgevoerd. Ook als er één ex-coalitiepartij is die het er misschien niet mee eens is. En daarom zullen we morgen ook met voorstellen komen om ervoor te zorgen dat de lerarensalarissen in dit land ook omhoog gaan. Want daar praten we ook al jaren over en ook zij verdienen het. En hetzelfde geldt voor de aanpak van klimaatverandering. Ik ben blij, oprecht, met de andere toon in ieder geval die ik hoor. En mevrouw Hermans die zei net, ja, wij zijn niet pessimistisch, wij geloven dat alles goed komt. Ik ook, maar niet vanzelf. En er is op dit moment sprake van een noodtoestand. Als wij niet meer actie ondernemen, dan krijgen we klimaatverandering niet onder controle. Dat is de harde waarheid. Dat vraagt erom dat we nu durven door te pakken. En de maatregelen die nu worden genomen, 7 miljard, ik had het erover. Het is niet eens voldoende om de doelen uit de klimaatwet te halen. En tegelijkertijd kiest het kabinet ervoor om Lelystad Airport gewoon open te laten gaan, de A27 te verbreden. En naar gas te gaan boren in de Waddenzee. Are you kidding me? Iedereen in de wereld, alle gerenommeerde instituten zeggen, je moet fossiele brandstoffen vooral in de aarde laten zitten. En Nederland gaat vrolijk boren. Voorzitter, wat er echt nodig is in Nederland is een koerswijziging. En die kan er denk ik vooral komen als we een nieuwe regering hebben. Want de problemen die ik hier opnoem, dat zijn niet de enige. Ik heb het nog niet eens gehad over het stikstofprobleem. Dat is zo groot, dat is zo allesomvattend, daar moet met partijen onderhandeld worden. Daar moet een missionair kabinet zitten, zodat de uitvoering echt ter hand kan worden genomen. Dat er een minister zit die de doorzettingsmacht heeft en kracht om ervoor te zorgen dat we de problemen daar nu eens echt oplossen. En ik vond in de troonrede ging het ook over het buitenlandbeleid en hoe ingewikkeld het eigenlijk allemaal met elkaar samenhangt. Ik vond het fijn. Het was een van de eerste keren dat ik dit zo expliciet in de troonrede hoorde. Maar het is onwijs complex. Hoe we ons verhouden tot China, ja, dat heeft alles te maken met reshoring. Met het aanleggen van strategische voorraden, met strategische onafhankelijkheid. Dat heeft alles te maken met hoe wij ons opstellen binnen de Europese Unie. Lopen we daarin voorop of proberen we daar veranderingen tegen te houden? En het is makkelijk om te zeggen, in ons buitenlandbeleid is de transatlantische as is de kern. Wat is die as nou nog precies? We zijn als NAVO-missie naar Afghanistan gegaan. In de NAVO is helemaal niet besproken dat we ons daar zouden terugtrekken. Daar is een mededeling gedaan. Dat zijn enorm grote vraagstukken waarvoor je een missionaire regering nodig hebt. Het toeslagensysteem. Hoe vaak heb ik niet gehoord, het is ingewikkeld, het is lastig. Ja, dat is waar. Dat is waarom we dit vak hebben. Om ingewikkelde en lastige problemen op te lossen. Maar ook daarvoor heb je een missionair kabinet nodig. Om die stappen te kunnen zetten. En dan de polarisatie. Het lijkt wel alsof we in Nederland het steeds moeilijker is om gewoon met elkaar een debat te kunnen hebben. Een gesprek. Om met elkaar heftig van mening te kunnen verschillen. Zonder elkaar voor rotte vis uit te maken of aan iemands intenties te gaan twijfelen. Ook dat is de taak van een nieuw kabinet. En de wijze waarop zo'n kabinet tot stand kan komen, zou daaraan kunnen bijdragen. Als je laat zien dat je verschillen weet te overbruggen. Voorzitter, ik kom tot een afronding, want veel is al gezegd. Iedere dag hebben wij de keuze. Halen we het beste in Nederland naar boven? Of het allerslechtste. En deze APB is het aan ons om te laten zien wat wij het beste voor hebben met Nederland en wat we met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Dus mij gaat het niet over het herstellen van het beeld van ruzie de politici, maar voor elkaar boksen van echte verandering. En voor een ieder hier in deze zaal die denkt dat dat wel even makkelijk tot stand komt of dat we daar even een klein beetje kunnen veranderen, dan kom je bedrogen uit. De uitdagingen waar we voor staan zijn te groot. We moeten allemaal onze nek uitsteken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klaver. Dan geef ik het woord. Oh, dit is een interruptie, sorry. Van mevrouw Hermans van de VVD. Ja, dank u wel. Excuus, voorzitter. Ik dacht dat u mijn handje had gezien. Voorzitter, een mooi betoog van de heer Klaver. Dat begon met de woorden, als ik hem goed citeer, politiek doet ertoe. En dat deel ik. En in het vervolg van het betoog had u het over het miljard of het miljardje.
En dan vind ik toch dat u geen recht doet aan wat dat zou kunnen betekenen voor politiek die ertoe doet. Dus ik doe toch een oproep om daar serieus over na te denken. En dat u meer wilt, dat is evident. Ik wil ook meer. Ik heb ook meer wensen. En ik hoor u over de veranderingen waar u naar streeft. En dat begrijp ik en dat waardeer ik. Maar dit gaat over de vraag, kunnen we nou voor dat miljard, wat toch niet niks is, kunnen we daar nou iets vinden waar we samen iets kunnen doen waarmee we een stap zetten? Waarmee we niet 100% van de wensen realiseren die u heeft, die ik heb, die we hier allemaal in de Kamer hebben. Maar waarmee we er wel voor kunnen zorgen dat de politiek 100% wint. En dan doet politiek ertoe. Meneer Klaver. Voorzitter, het gaat niet om uw wensen. Het gaat niet om mijn wensen. Het gaat over de problemen in Nederland en of we die kunnen oplossen. En het gaat er niet om of de politiek wint. Het gaat erom of we de problemen van Matthijs en al die andere mensen in Nederland weten op te lossen. Dat is waar het om draait. En waarom ik zo hard ben op dat 1 miljard, mevrouw Hermans, is omdat u, dat is de hele wijze waarop de VVD zegt, wij halen dat hek daar van weg. En ik begrijp het, hè, vanuit uw perspectief, u heeft daarvoor gevochten, het is het geld van de dividendbelasting. Dat was eigenlijk in de afspraken die er lagen bestemd voor de VVD. Maar het lijkt wel of u niet doorheeft hoe het klinkt als u in het parlement zegt, wij zijn bereid om over dat 1 miljard te praten. Wij gaan hier over de hele begroting. En we zullen ook naar een andere invulling zoeken van dat miljard. En nog al die andere miljarden. En dat is waarom ik daar zo fel op ben. Ik geloof niet dat ik een miljardje heb genoemd. Maar dat we het beperken, het debat, tot 1 miljard. Zeg maar 0,3% van de totale begroting. Dat ga ik gewoon niet in mee. Mevrouw Hermans. Voorzitter, we beperken het debat geenszins tot het 1 miljard. Ik stel alleen een vraag over dat 1 miljard. En met dat 1 miljard kunnen we volgens mij een heleboel doen op een aantal van de grote vraagstukken. En ik herhaal, dat is dan niet alles wat u zou willen of alles wat ik zou willen. Maar een stap zetten. Een stap zetten om de problemen voor de mensen in dit land op te lossen. Om te leveren, zoals u zo mooi zei in een interruptie vanochtend tegen mij. Dat is wat ik graag zou willen doen. En dan doet politiek ertoe. Althans, voor mij. Ja, dan daar verschillen we toch van mening. Als je namelijk begint bij een miljard en zegt, dit is de ruimte die er is om uit te geven. Dat is echt het volstrekt verkeerde begin van een discussie. Als u zegt, die verhuurdersheffing, meneer Klaver, dat is buitengewoon onverstandig om dat in één keer af te schaffen. Dan ben ik benieuwd naar uw inhoudelijke argumenten. Maar door te zeggen, er zijn grote problemen en we hebben een miljard om dat op te lossen. Dat is gewoon niet het type politiek waar ik in geloof. Dat is de politiek van de afgelopen jaren, waar eerst de financiën werden bepaald. En daarna naar de problemen van de samenleving werden gekeken. Het is tijd voor een ander type politiek waar we eerst de problemen centraal zetten. Kijken of we een gezamenlijke analyse kunnen maken van hoe we die problemen moeten oplossen. Dat is al deels gebeurd onder leiding van Mariette Hamer. En vervolgens gaan we kijken hoe we die problemen kunnen oplossen. En ik pas ervoor om van tevoren eerst te zeggen, we hebben een miljard en daar moeten we het maar mee doen. Mevrouw Hermans, tot slot. Ja, voorzitter, tot slot. En dat is in reactie op wat de heer Klaver zegt. Ik pas ervoor mij te laten wegzetten alsof ik met een miljard alle problemen in dit land wil oplossen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het enige wat ik wil doen met een miljard is kijken of wij hier in deze Kamer met een aantal partijen, met een meerderheid van partijen kunnen zeggen, daar zetten we een stap. Is het een stap zover als we misschien ieder van ons zouden willen zetten? Nee. Maar samen is dit wel de stap die we nu kunnen zetten. Een probleem wat we samen deels op kunnen lossen, samen met de meerderheid in dit parlement. Dat is waar ik voor strijd, dat is waar ik voor ga. En dat is wat ik heb geprobeerd aan u, met u te bediscussiëren. Maar wie zegt dat dat de stap is die we kunnen zetten? Dat is het beperkte denken waar ik me tegen verzet. Alsof we alleen een stap zouden kunnen zetten die past. Als het maar een miljard kost, dan kunnen we met elkaar iets betekenen. Het debat en het gesprek wat we met elkaar moeten hebben moet gaan over welke problemen zien we, welke analyse hoort erbij en hoe gaan we dat oplossen. Als we nou morgen terugkijken op dit debat, dan denk ik, nou dat is leuk. We hebben 100 miljoen voor de zorg geregeld. Of we hebben hier nog een beetje geld gekregen voor de woningmarkt. Zo werkt het niet. De problemen zijn zo groot. Begin bij een gedeelde analyse. Begin bij wat er moet gebeuren. En vervolgens zoeken we bij elkaar het geld bij elkaar op een begroting. Maken we de harde keuzes in. En dan gaan we verder.